paper chasing, now we out paper chasing. Now we out paper chasing. Paper chasing, 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 now we out paper chasing. Yo iedereen, tof dat jullie kijken naar deze nieuwe vlog. Vandaag in deze vlog gaan we naar het autosalon van Brussel. Dat is fucking nice, dus laat zeker die duim omhoog achter. En we gaan dan vertrekken. Dance with me, baby. Oké, we gaan eventjes snel iets eten. We hebben lekkere paninis en cola. Heb je ook een panini? Ja. En we gaan nu eten. Oké, mensen, we zijn aangekomen op het autosalon. Nu moeten we nog naar binnen. Het wordt super nice. Hopelijk gaan we mooie auto's zien. Er staan fucking vette, dat weet ik wel al. Maar zijn test zien gaat nog nice zijn. We hebben ons ticket. En we gaan nu eerst waarschijnlijk naar de Dreamcars. Dat zijn die fucking mooie auto's. Ze is hier best staan, nog redelijk groot. En we gaan nu eerst naar de, naar de dure auto's. We gaan eerst kijken naar de motto's. Dit is hier de Triumph Triple. Ja, super mooi. Deze zijn ook wel mooi van Honda, echt nice. Kijk, een Neon die wel nog nice is. Kijk hier een Kawasaki Ninja, fucking mooi. Met een dubbele uitlaat, een racemotor die wel fucking mooi is. Oké, we zijn hier op. Ik mag geen kindjes doen. Kan dat niet. Kan je nummer niet? We gaan eventjes kijken of het alleen al open is. De rest was nog niet open waarschijnlijk. Netjes kijken, want we graag die Dreamcars zien, want dat is fucking nice. En we hebben duizend auto's gezien, jullie hebben het gezien ook, dus we gaan nu kijken of het niet open is. Kijk, we zijn hier bij de Dreamcars, we gaan nu naar binnen. Het wordt fucking nice, wojo. Hier een Aston Martin, wojo. Deze is ziek. Deze is echt fucking ziek. Er staat hier ook nog een andere Aston Martin, die ook fucking mooi is. Wojo. Sick, de Vanquish S, super, maar dan ook echt super mooi. Hier een super dikke Ferrari, echt wow. Deze auto's zijn gewoon fucking sick. Wow. Zo mooi. 488, altijd fucking sick. Deze auto's zijn echt heel mooi. Dikke Ferrari. Dikke Ferrari California. Deze auto is ook wel dik, nice. Super mooie Rolls Royce. Okay. Echt fucking vette auto's hier. Hier de Rolls Royce. Waarschijnlijk de Wraith of zo, of hoe je noemt. Echt super mooie auto. Kijk hoe mooi. Kijk hier de GTR Nismo. Super mooie auto. Als ik één auto zo moet nemen die een beetje betaalbaar is van sportcar, dat is ook zeker deze. Hier een Mazda die ook super mooi is. En ook zeker deze nice Mazda MX-5. Ook nog een super mooie, sikke Jaguar F-type. Ook deze Range Rover Evoque, denk ik, ik weet niet. Een cabrio, fucking sick. Hier ook een mooie BMW M4. Kijk deze auto, mensen, een oude Dodge. Super mooi. Kijk hier een super mooie Porsche die echt fucking mooi is. Dat is zo'n super oude. Kijk, nog een M4 die ook super mooi is. Hier nog een super oude Porsche, maar wel een super mooie. Een nieuwe auto, Alpine Vision. Die is wel nog mooi, maar serieus, is wel nog sick. Super mooie auto. Hier de Audi R8. Dit is hier de Audi R8, de nieuwe. En die is ook fucking mooi. Ojo. Super mooie auto. De Lamborghini Huracan, super, maar echt super mooie auto. Wow, deze is super mooi. fuck, die is echt vet. Kijk hier dat je mee zitten en de Lamborghini. Het is echt super mooi. Kijk hier de Koenigsegg Agera R. Wow, check deze auto. Wow. Hier de Noble M600. Ook een super nice auto. Wow, dit is echt mooi. Kijk de Ferrari LaFerrari. Hier de Acura NSX, ook super mooi. Super, maar echt super mooie auto. Check dit, ook nog een dikke Jeep. Die ook wel nice is. Die is wel heel hoog, maar die is nog mooi. Hier ook een super mooie Mercedes Magba. Super speciale wielen, maar die is wel super mooi. Hier de nieuwe Mercedes, de AMG, super mooi natuurlijk. Dat groen is ook fucking nice. Hier een KTM, is wel in blauw, dat is wel een beetje raar, want normaal zijn ze toch in het oranje, maar ja, nu een keer blauw. Hier hebben we ook nog een mooie auto, ik weet niet wat merk dat is, maar ja, die is super mooi ook. En ja, die is sick. En hier een van de mooiste auto's die er bestaan, de McLaren P1. Echt, wow, fucking sick auto. Echt een hele mooie bak. Super mooie auto. Serieus, deze auto is wow. Ook nog een Ferrari 488. Ja, voor op circuit GT3 of zo, I don't know. Ook een super mooie auto. Echt super. Kijk, de McLaren P1 GT-R. Fucking mooie auto. Deze is echt sick. En hier ook nog de McLaren 570. Ook super mooie auto. Echt super. Oké, we zijn juist uit de supercar sectie en het was fucking mooi. Dus willen jullie mijn geld doneren voor mijn McLaren P1 te kopen? Dat kan. Dan nemen we via PayPal en ooit kunnen we misschien niet komen. Dus wish me luck. Dikke Formule 1 auto. En nog een NSX en nog een Civic. Kijk, de nieuwe Honda Civic is nog super mooi. Kijk, deze is ook nog redelijk mooi. Infinity. En zo ziet hij eruit met de koffer dicht. Kijk mensen, mijn papa wil misschien deze camionet te kopen. Steun hem en we kunnen andere mensen verkrachten. Hoeveel kinderen zouden erin kunnen? Kijk, de Citroën DS3, daar nog redelijk mooi. Oké mensen, we hebben deze hang bekeken. We gaan nu naar de volgende hang. Alfa Romeo 4C. Super mooie auto. Color though. Kijk de Jaguar F-type. Kijk de F-type, je ziet mooi die koffer hier op. Dus de koffer, redelijk groot. Kijk de Mazda MX-5, echt een topauto. Kijk, we zitten nu in de Mazda MX-5 en het is hier de focus. Het is wel mooi. Het is echt een mooie auto. Hier de Ford Mustang. Kijk, de Ford Mustang is wel fucking mooi. Kijk hier de voorkant met de kapot open. De dikke mooie GTR. Hier de GTR. Kijk hier een rare futuristische auto. Ja, dat is fucking raar. Maar ja, die is niet lelijk, maar is ja. Nu ziet het er gewoon raar uit. Check deze Lexus. Deze is echt vet. Echt een super vette auto. Deze Lexus LC500H. Kijk de nieuwe Subaru en de nieuwe BRZ. Mensen, check deze auto. Kijk wat een mooie auto. Kijk de BMW M2. Is nog mooi. Dit is de nieuwe van degene die we nu hebben. Lekker Lamborghini Huracan. Check de kleuren van deze Jeep. Maar het is wel mooi. Hier de Audi Q2. Ja, je is toch like een mooie Porsche Cayman. Die hier, noemt die nu? Die zwart. Cayenne is hier, hybrid. Ja, die dan. En dan daar, ik weet het. Wauw, mooie auto. Het is gewoon een elektrisch paneel achter hier. Kijk, dit is hier de laatste hal. Het is het laatste hal aan het zetten. Je kan hier testen en al. Daar last in. Oké, we zitten dus in de lunchgarden nu. En we gaan hier eten. Dus dit gaan we eten. Super lekker. En we komen eerst wat uit de salon en het was super leuk. En we gaan nu eten, dus smakelijk. En alles was... Oké iedereen, we zijn weer thuis gekomen. Het was een super leuke dag. Stop like hem op de video. Laat een like achter, volg me op social media en al die shit. En dan zeg ik...